het is een beetje de perfect storm. Dat systeem dat piept en kraakt. Ik denk dat je elkaar nodig hebt, ja. Namens DLA Piper van harte welkom. Ik ga in gesprek met één van de leden van de DLA Piper Taskforce COVID-19. En hij is belast met alles wat met commercial contracts te maken heeft. Mijn gast Gellert Dadi. Gellert, van harte welkom en fijn dat je tijd kon maken. Graag gedaan. Heb je het druk? Het is op dit moment waanzinnig druk. Ja, hè? Ja, zeker. Wat voor dingen zijn op dit moment aan de orde? Waar ben jij nu dag en nacht mee bezig? Nou, kijk, ik hou me bezig met commercial contracts. Dus het gaat veel over de keten, de supply chain. Ja. En vragen die daar met name spelen zijn eigenlijk drieledig. Heel veel vragen over overmacht. Wat is overmacht? Ja. En kan ik me daarop beroepen? Mm-hmm. Twee, ik heb een contract. En als we kijken naar het speelveld nu, hoe de maatschappij eruit ziet, dan is dat een heel nadelig contract voor mij. Ja. Kunnen we dat wijzigen? Ja. En drie, meer ook toch op de toekomst gericht. Hoe kunnen we nou die supply chain toch nog levensvatbaar houden? En wat kunnen we daaraan doen? En als we kijken naar het eerste onderwerp, wat is overmacht? Hoe zou je het definiëren? Ja, dat is een goede vraag. Hmm. Dat is, als je in de wet kijkt, dan zegt de wet overmacht misschien één stapje terug. Hmm. We hebben een artikel in de wet dat zegt eigenlijk bij wanprestatie ben je schadeplichtig. Simpel. Er is een uitzondering op, dat is overmacht. Ja. En de overmachtregeling bepaalt in de wet. Je bent schadeplichtig, tenzij de tekortkoming niet te wijten is aan jouw schuld. Of op basis van wet, contract, en dat heet dan de verkeersopvattingen, wat wij met z'n allen gewoon normaal vinden, mm-hmm. voor je rekening moet blijven. Okay. Dat is overmacht. Dan zou ik zeggen, dat is de wettelijke definitie. Precies, dan zou ik zeggen in de situatie waarin we nu zitten met COVID-19, dat heet dan overmacht. Of niet? Ja, misschien wel, misschien niet. En dat is het meest laffe juristenantwoord natuurlijk. Mm-hmm. Dat hangt van de omstandigheden van het geval af. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar die regeling, kijk, de wet gaat uit van contractvrijheid. Trouw aan het gegeven wordt, dat vinden we heel belangrijk met z'n allen. Mm-hmm. Dus afwijken van de risicoverdeling. Als je zegt, nou, ik vind dat als jij niet kan nakomen, als je wanprestatie pleegt en ik leid schade, dan moet jij die schade vergoeden. Mm-hmm. Simpele afspraak. En dat is een afspraak die je kan maken. Mm-hmm. Wil je daarvan afwijken, dan geldt een hele hoge drempel voor. Mm. Dus overmacht in de zin van de wet is eigenlijk, dat wordt heel terughoudend toegepast. Okay. En nu zitten we inderdaad in een hele bijzondere situatie, waarbij eigenlijk om ons heen de wereld eigenlijk stil komt te liggen. Mm-hmm. Kun je dan overmacht inroepen? Nou, dat hangt ervan af, om een voorbeeld te noemen. Mm. Stel je bent afhankelijk van je Chinese toeleverancier voor grondstoffen. Mm. Nou, die kunnen niet meer leven, want China is op slot gegaan. Dan zou je denken, dat is overmacht. Alleen de wet of de rechtspraak en het leerstuk eromheen zegt ook, als er nou alternatieven aanwezig zijn, dan moet je eerst toch onderzoeken, want het gegeven woord is belangrijk, dus je moet nakomen. Dan moet je eerst kijken, zijn er alternatieven mogelijk? Oftewel, kan die grondstoffen, weet ik veel, bijvoorbeeld in India. Mm-hmm. En als het nou duurder uitpakt voor, ja, dat komt dan op basis van de verkeersopvattingen voor jouw rekening. Dat is dan pech. Dat is dan pech. Zijn er al dingen die nu spelen, of waarvan je zegt van die mensen die nu zitten te kijken, die dat kunnen projecteren op hun eigen situatie? Zeker. Wat je bijvoorbeeld heel erg duidelijk ziet is, met name bedrijven die als tussenschakel acteren, die zien hun orderboekje leeglopen eigenlijk. Ja. Er worden geen orders meer geplaatst. De economie staat stil. Dat is de buitenkant. Aan de achterkant heb je natuurlijk ook toeleveranciers, die willen ook leveren, die moeten betaald worden. Ja. Ga je die dan betalen? Terwijl je weet dat je alleen maar producten koopt die je toch niet gaat fabriceren, want je kan ze niet kwijt. En als soort beknelde tussenschakel eigenlijk, is dat wel een dilemma. En dat is wat elke ondernemer nu herkent. Er gaat een soort balletje rond nu van wie is de schadeplichtig uiteindelijk. Het is een beetje de perfect storm. Het begint heel klein. En neemt iedereen op een gegeven moment mee. Je hoopt natuurlijk dat je op voorhand al het een en ander hebt geregeld. Kijk, overmacht, force majeure in het Engels, mm-hmm. is de wettelijke regeling is regelend recht. Dus je kunt ervan afwijken. Mm. En dat doen partijen ook heel vaak, want wat ik zei, die drempel op grond van de wet is heel hoog. Dus heel vaak zie je wel dat mensen, dat bedrijven contracten in contracten zeggen, overmacht is onder andere een werkstaking, ziekte, schaarste, overheidsmaatregelen, dat soort, dat je echt voorbeelden noemt, mm-hmm. concreet, want dat vinden wij overmacht. Mm. Dus je hoopt dat je aan de voorkant al natuurlijk dat hebt geregeld in zekere zin. Ja.
En dan is de vraag, hè, ook een vraag die speelt. Ik heb in mijn bepaling wel een overmachtsbepaling in mijn contract. Mm-hmm. Maar daar staat dan in bijvoorbeeld ziekte. Geldt een pandemie? Hè? Mm. Is dat ook een ziekte? Ja. Je zou kunnen argumenteren ja. Is het dan een ziekte van de ondernemer zelf of niet? Mm. Dus wat je eigenlijk vaak ziet is dat overmacht. De geschillen erover gaan meer over uitleg van contracten. Ja. Nou, mooi bruggetje naar die contracten. Want hoeveel staan er ter discussie op dit moment dan? Nou, ik zou denken bijna allemaal. Ja, ja, het is wel echt... Wat zegt dat over de waarde van contracten? Dat zegt over de waarde van contracten dat het uiteindelijk toch... En zeker, we hebben in Nederland de cultuur om niet alleen naar de letterlijke tekst te kijken, maar ook naar de context. Mm-hmm. Naar de gedragingen van partijen, de verwachtingen over en weer. Mm-hmm. Het geeft richting. En het contract staat nog steeds bovenaan. Mm-hmm. Dus een rechter zal heel veel moeite hebben om een contract terzijde te schuiven. Mm-hmm. Maar je ziet dat in dit soort unieke omstandigheden, dat er ook dat, maar de redelijkheid en maar de fatsoen die je naar elkaar toe hebt te betrachten, mm-hmm, toch om de hoek komt kijken. Dus die contracten zijn, die zijn niet in beton gegoten. Wat ik verwacht, kijk, nu zit het nog er middenin, hè. Mm-hmm. Zelfs de rechtbank is dicht. Ja. Dus de kortgedingen zullen ook niet nu plaatsvinden. Mm-hmm. Maar ik denk als het stof een beetje is neergedwarreld, dan verwacht ik wel heel veel geschillen over de nakoming. Maar ook toch wel over de wijziging. We hadden een paar jaar geleden hadden we de vogelgriep uitbraken. Nou, in de slipstream van dat soort omstandigheden is natuurlijk ook heel veel rechtspraak ontwikkeld. Mm-hmm. En dan zie je toch wel een heel diffuus beeld. Dat sommige rechters zeggen, ik vind toch dat iets voorzienbaar was. Dat je iets had kunnen en dat het voor jou rekening komt. Mm-hmm. En in andere omstandigheden dan zegt de rechter, ik vind het toch niet redelijk dat jij volledig de kosten draagt, de schade draagt als gevolg van deze situatie waar je ook feitelijk niet zoveel aan kan doen. Was je belangrijke advies aan ondernemers en grote bedrijven, de zakenwereld, om wat ze nu moeten doen als het gaat om contracten? Ik denk als we weten wat we nu weten, dan moet je toch als je contracteert stilstaan bij gewoon de inhoud van zo'n overmachtsbepaling. En ook, maar toch ook wel zo'n contract inrichten dat het toekomstvast is. Mm. Dat je wel een bepaald dialoog kunt aangaan met je leveranciers, met je klanten. Om te kijken hoe je met de impact van deze situatie... Zal deze situatie een vast onderdeel gaan worden in toekomstige contracten? Nou, wat wij heel erg zien, met name in de supply chain, hè, mm-hmm, van grondstof tot eindfabrikaat, mm-hmm, dat dit heel erg speelt. Ja. Ja. Dus de overmachtbepaling. Kijk, iedereen wil voorkomen dat zij de beknelde tussenschakel worden. Dus je zult dan toch die risico's moeten allokeren. En wat we ook zien is dat die contracten die nu zijn gesloten, die kun je wijzigen, maar daar heb je normaal gesproken medewerking van je wederpartij bij nodig. Maar die staat ook. Dus dat is wel een dilemma. Hmm. Nou, mocht je daar niet uitkomen, ja, dan kun je, in die zin kun je naar de rechter, kun je de rechter vragen, wilt u het contract ofwel aanpassen, mm-hmm, ofwel beëindigen? En waarom? Omdat instandhouding van het contract onder de huidige omstandigheden, dat heet naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar is. Mm-hmm. Je kunt al op je klompen aanvoelen dat onaanvaardbaar een hele hoge drempel met zich brengt. Ja. Dus ook daar geldt, dat is geen gelopen race. Normaal zijn we altijd heel terughoudend in adviseren over die weg, want we weten dat de rechters daar heel terughoudend in zijn. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat in dit tijdsgewricht, onder deze omstandigheden, wat wij nog nooit hebben meegemaakt, mm-hmm, dat een rechter daar wel misschien wat meer genegen is. Rechters krijgen het druk over een tijdje als er stof is neergedwaald? Ik denk het wel. Mm. Ik denk het wel. Ik denk dat de impact wat ik zie, qua hoe het tot stilstand komt. Je ziet het in diverse sectoren. Uiteraard in toerisme, luchtvaart. Mm-hmm. Maar ook met name in de industrie. Ja. Waar heel veel schakels in de keten zitten. Daar komen ze onderling gewoon niet meer uit misschien. Ik denk dat heel lastig wordt. Ja. En dat is ook wel misschien mijn hoop eigenlijk. Mm-hmm. En ook mijn juridische wens, dat ook toch in die keten, dat is misschien het derde punt, ja,
Dat daar wel een bepaalde soort van solidariteit ontstaat. Omdat je elkaar toch nog steeds nodig hebt. Ja. Je kunt het niet alleen. Nee, en een gang naar de rechter betekent vaak einde relatie. Tenminste, dat zo ken een gang naar de rechter is inderdaad vaak het op scherp stellen. Ja. En misschien moet je in het kader van partnership elkaar nodig hebben. Juist in zo'n keten elkaar even de helpende hand reiken. En wat betekent dat concreet? Solidariteit? Nou, dat je bijvoorbeeld zegt van oké, normaal heb ik een betalingstermijn van 60 dagen. Mm-hmm. Nu doe ik 30 dagen. Mm-hmm. Normaal betaal ik nooit vooraf. En nu om jouw bedrijf toch een beetje overeind te houden, mijn mm-hmm. toeleverancier, mijn partner, investeer ik wat meer in jou. Misschien een andere vorm van samenwerking. Dus flexibel in de keten, flexibel naar elkaar toe optreden, een beetje buigen, zodat je eindelijk de keten in stand houdt. Zodat je de keten, dat je het hele eigenlijk, want ieder bedrijf, je kan bijna onmogelijk op zichzelf, kan zo'n bedrijf staan. Je hebt een ecosysteem nodig eromheen. Hmm. En dat systeem dat piept en kraakt. En ik denk dat je elkaar nodig hebt, ja. Komt het systeem weer in dezelfde vorm terug? Of denk je dat het constructief een andere vorm zal krijgen nadat de storm over is gewaaid? Dat is een goede vraag. Hmm. Goede vraag, durf ik niet te zeggen. Ik weet ik niet. Er is wel heel veel besef dat iets van buitenaf zo'n impact kan hebben op je bedrijfsvoering, op de continuïteit. Niet alleen van, maar ook voor je mensen, voor de maatschappij als geheel. Misschien wel. Misschien is dat de silver lining. Een pot goud aan het einde van de regenboog. Ik weet het niet. Ik hoop het. Ja, we zullen ik hoop zien. Het. Mag ik je danken voor het delen van je insights. En heel veel succes de komende periode met alles wat je te doen staat. Graag gedaan. Dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier, waarin ik in gesprek ga met de leden van de DLA Piper Taskforce COVID-19. Dankjewel voor het kijken. Dag.